Yo kijkers, welkom weer bij een nieuwe video. Dit keer gaan we een quiz spelen. Can you name all the games? Ik zou zeggen, doe een like op deze video, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En we gaan beginnen. Oké, de eerste vraag is... Je moet dus de titel van het spellen... Dus de foto's die je hier ziet... Moet je de titel van het game erin zetten. Nou, ik denk dat iedereen deze wel weet. Dat is natuurlijk GTA. Spreekt voor zich, denk ik. Je zou mijn Minecraft doen, dat zou ik heel dom wezen. NBA is basketbal, Overwatch is wat anders. Overdox is ook weer wat anders. Volgens mij is dit hem. Ik weet niet zeker, maar volgens mij wel. Oh, je hebt zo... Kijk, die is het niet. Deathpool ook niet. Katarine kan, maar ik denk Final Fantasy. Ik denk deze. Je krijgt het antwoord niet te zien, ik denk aan het eind pas. Dus, Batman kan het niet wezen. Crash, of is het, nee, hè? Nou denk ik toch Overwatch. Nou, laten we gewoon Overwatch doen. Dit is denk ik... Crash Bandicoot. Ik zou het echt niet weten. Dit is het niet, want dat is een basketbalspel. Katarina lijkt me een damespel. Crash Bandicoot lijkt er wel een beetje op. Dus ik ga toch voor deze. GTA is het niet. Sonic ook niet. Call of Duty ook niet. Dan moet het Mortal Kombat X zijn. Ah, deze makkelijk. Deze weet iedereen. Ja, of zal ik deze doen? Zal ik serieus deze doen? Ik zou het echt niet weten hoor, welke game het is. Sitting on a toilet! Sitting on a toilet! Maar ja, we doen toch deze. Wat zal dit wezen? Pokémon. Even goed kijken hoor. Lijkt me niet Pokémon. Nee. Dat is geen Pokémon. Overwatch heb ik al gedaan. Ja, dat denk ik toch deze. Dit is zeker twee deze. What my boyfriend plays. Ik zou het niet weten. Die heb ik al gedaan. Die is het ook niet. Mortal Kombat of XCOM 2. We doen wat deze. Wat zal dit wezen? Pokémon? Nee, dat is niet getekend. Batman. Dit is Batman. Of is het deze? Ja. Echt, doe ook even twee dezelfde Batmans. Wat is nou het verschil tussen Batman en Arkham City? Jongens, echt wat een vuile. Instinkers zijn dit. Ik ga denk ik toch voor Batman Arkham City. This game has my wife in there. Mensen, kinderen. Hier, GTA is het niet. Really don't know. Dat kan het niet wezen. League of Legends, zal het dat wezen? Of Bioshock? Lijkt me een beetje een horror game, dus het is niet League of Legends, denk ik. Ik denk toch Bioshock. Dit is Subnautica, dat is een ruimtespel. Pokémon Sun and Moon. Pokémon Go. Nee, Pokémon Go is het niet. Het zal wel denk ik Sun and Moon zijn. Sun en Moon. Dat zal het wel wezen. Want Pokémon Go is gewoon in real life. Very simple. Ja, noem je dit van... To Girl of Boys. Ik denk toch Undertale. Zo, we hebben toch 64% goed.
Maar dames en heren, vonden jullie deze quiz nou hartstikke leuk? Plaats een duimpje natuurlijk onder deze video. En wil je meer quizzen zien die ik ga spelen? Doe dan natuurlijk ook een blauw duimpje omhoog. En abonneer als je meer wilt zien op mijn kanaal. Kijk ook de video die hieronder op deze video staat. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Aru!